Okie dokie. Daily challenge. Tight. Laten we eens... Ja. Dat is... kan ook eventueel... Nog... Finlandse... Was dat? Oh. Dat was gewoon nog niet ver genoeg. Tallinn. Waar ben je daar? Oké. Okay. Tallinn, Kujaro, Ujala. Even kijken, 12-14. Dit is 14, hier is 12. Koze Keskus. Zou dat Koze Centrum betekenen misschien? En dat ik dan nou op 12 zit, hier? Laten we eens kijken wat stond hier ook alweer op dit bord. 12 en 2. Eens kijken wat hier staat. Dit is hier rotonde, dus ja, dit moet kloppen. Sterker nog, dan zou ik denk ik hier zelf staan, want... Ik weet niet of dit als een wegje telt. Ik denk... Jawel. Dan denk ik namelijk dat ik hier sta. Hier. Denk ik. Maar dan moet dit wel als... Het probleem is, stelt dit dan als een weggetje? En ik denk... Dit is volgens mij dat warehouse dan. Het ziet eruit als een warehouse, dus... Het komt overeen. Dit is dat huis. Nee. Nee. Nou twijfel ik er weer over. Daar ben ik ook te laat. Ik denk dat het wel goed zit, maar... Ja. Oh, ik zat bij de verkeerde... Oké. Maar daar staat helemaal geen warehouse. Dat is het rare. Nou, boeiend. Want dit is volgens mij op zich hemelsbreed niet... Nou. Het is al wat verder weg. Maar, wel, kan erger. Ja. Dan moeten we hopen dat we nog iets anders tegenkomen, anders dan... Zoiets als dit, maar dat is ook weer voor Backvote, dus dat gaat ook niet worden. Zo, nee, want als ik daar naartoe ga, dan zegt hij natuurlijk ook weer gelijk van... Ah ja, dat is daar. Is dit een idee? Oeh, hallo. Norsk-Rusk grens. Wat? Wat zou dat hier zijn? Het zou onlogisch zijn als dat... Oké, maar waar is Bekkenvolk dan? Waar is Bekkenvolk?
Dit is de vorm van die grens. Maar waar is Bekkenvold? Daar ben ik vooral benieuwd naar eigenlijk. Of Bekkenvold moet een Russisch dorp zijn. Ik zeg, ik kan het ook echt niet plaatsen, zeg maar, op dit moment waar dit is. Oh, ik ga zo boos zijn als dit helemaal. Dit is zo onzinnig als dit op een andere plek is als. Nou, hey, ik ben blij dat ik het. Wat? Wat is dit? Hoe moet ik nou vinden wat dit is? Met alle respect. Met alle respect, ik denk dat het Mongolië is hoor, maar vanwege deze twee dingetjes en het feit dat het gewoon wijd open vlakte is, maar wat? Ik moet heel eerlijk zeggen, dit is echt de meest. Vreemde locatie die ik ooit gezien heb? Is dat een goed woord? Ik denk het wel. Het ziet eruit als een stad, dus ik... Is het Ulaanbaatar? Is het iets anders? Wat ik zeg, is het überhaupt wel Mongolië? Ik heb echt geen idee wat het gaat zijn. Wat is dat ding dat er bovenuit steekt? Dat is een toren, maar. Ik heb echt, wat ik zeg, ik heb echt totaal geen idee wat dit precies gaat zijn. Sowieso, als dit overdag was geweest en het is inderdaad Mongolië, had ik het ook niet geweten. Hoor. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Ik ga nou niet doen van één keer van, oh nee, als het overdag was geweest, dan had ik het wel geweten. Nee. Dat is echt gewoon dikke onzin, zeg maar. Ik denk dat dit Mongolië is. En ik hoop dat dit Ulaanbaatar is, en anders zou ik het echt niet weten. En dan hoop ik dat het niet al te ver weg is van waar ik hem geplaatst heb, zeg maar. We zullen zien. Ja, kijk. Nou, weet je wat het is? Daar kan ik vrede in hebben als het. Oké, sure, het is donker. Maar als het gewoon licht was geweest, dan had ik het ook niet gevonden. Dus wat dat betreft, is dat dan ongeveer het enige waar ik een beetje vrede mee kan hebben, zeg maar. Zo van, ja, oké, weet je, het is kloten, maar gevonden had ik het sowieso niet. Dus, ja, weet je, dat
Is het Turkije? Ja, zo zien we wel. Vanwege de palmboom dat ik hem hier wegzet, hoor. We hebben natuurlijk... Izmir. Izmir is hier boven. Wat ik zeg, dan wil ik nog wel geloven dat dit Izmir is. Izmir. Ja, oké, top. Ik bedoel, ze zullen er... Kan een dorp in de buurt zijn? Sorry. Narlideren. Dit is de weg waar we op zitten op dit moment. Zou het hier zijn? Ik denk het niet. Dit zou wel kunnen. Oh, 30. Hoe werkt dat? Hoe werkt ze? Oh, dat is... Waar gaat dit over? Wat is dit? Wat is die O30? Want dit is een O32. Is O30? Dit ook nog? Oh, het zat helemaal hier. Ik ben al blij dat ik iets meer gevonden heb, weet je. Turkije is gigantisch groot, dus... wat dat betreft... Zullen we het wel op het eiland zetten, alsjeblieft? Nogmaals, als ik dit zie, het eerste waar ik aan denk is... Sorry. Jezus, echt. Bermuda! Yay! Nou, op zich wel fijn om een... om de dag, om het nieuwe jaar te beginnen... met een... met een gouden. Ondanks... die lastige in dingen. In Mongolië. En nogmaals... Ook al was het daar gewoon licht geweest, dan had ik het nog niet gevonden. Ik wil eigenlijk gewoon een straatnaam hebben. Dan niet gewoon eigenlijk, ik wil gewoon een straatnaam hebben. Maar ik weet dat ze daar in Bermuda vrij... weet het? Spaarzaam mee zijn, maar ja, zo'n straat zijn er ook niet. Crane Lane? Wat is dit dan? Wat is deze straat? Ik zou dan graag toch wel... En ik weet dat ook niet alle dingen hierop staan, alle... Zeg het eens. Alle namen van de straten, dus... Dit zou de Botanical Gardens kunnen zijn.
zou dit eventueel wel. Miller Road is. Wat ik zeg, ik weet niet eens of Crane Lane erop staat, dus. Het was helemaal aan de andere kant van het eiland. Maar goed. Ik bedoel. Goud is goud. En met uitzondering van Mongolië was het eigenlijk gewoon overal nagenoeg bovenop. Dus. Ja, het waren ook interessante locaties deze keer. Deze, die hier, Bermuda altijd leuk. Met name omdat het gewoon altijd gewoon minstens 4000.8 denk ik zal zijn. Nou, anyways, dat was hem voor de eerste van dit jaar. Morgen weer een dag. En dan zeg ik tot morgen.